We nemen je mee in de wereld van mediawijsheid en leren je waarom het zo belangrijk is om op een goede manier met verschillende media om te gaan. Dit is Jack. Net als veel andere Europese kinderen maakt hij al veel gebruik van nieuwe technologie. Hij voelt zich helemaal thuis op sites als Facebook, Twitter en YouTube. En af en toe helpt hij de rest van zijn familie daarbij. Net zoals een kapitein van een schip vindt hij zijn weg in deze grote oceaan door zijn technische vaardigheden te gebruiken. Hij kan die ook verder ontwikkelen in het medialandschap dat constant verandert. Midden in die grote oceaan ligt een prachtig eiland met oneindige mogelijkheden. Jack moet leren dat er onder de oppervlakte van alles gebeurt wat hij niet in de hand heeft. Want weet hij wel dat er grote machten zitten achter de media? Informatie die in handen is van maar een paar grote bedrijven. Advertenties die je om de oren vliegen, gemanipuleerde afbeeldingen, valse identiteiten en ga zo maar door. Gelukkig is er Lux, de avatar van het EAVI. Die helpt kinderen als Jack om kritisch en bewust om te gaan met de gevaren in de mediawereld. Lux leert Jack zich afvragen of hij media op de juiste manier gebruikt en of hij goed heeft nagedacht over de beslissingen die hij neemt. Dit is een avontuur dat van Jack uiteindelijk een mediawijze jongen maakt. Het eerste wat Jack moet doen om het veilige eiland te bereiken door die zee aan informatie, is veel technische vaardigheden onder de knie krijgen. Dit is de boot die hem helpt op zijn reis. Jack is al een aardige expert op dit gebied en heeft die dan ook snel gebouwd. Lux laat Jack zien dat er kinderen zijn in andere delen van de wereld. Zij hebben geen computer of internet. Zij hebben gewoon niet de mogelijkheden om de technische vaardigheden te leren. Maar boten horen niet aan land. Jack is klaar voor het avontuur. Daar gaan we. Lux vraagt Jack of hij wel eens nadenkt over wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt. Lux leert hem dat de meeste wezens die zich onder water bevinden onschuldig zijn, maar dat er een paar zijn waar Jack voor moet uitkijken. Weet hij bijvoorbeeld dat wanneer hij informatie zoekt op Google, er ook resultaten worden weergegeven die niets te maken hebben met zijn zoekopdracht? Elke dag staan er veel nieuwsitems op internet die niet op tv te zien zijn. Maar wie zet dit nieuws online? En waarom? Het is moeilijk te begrijpen hoe al die stromingen zijn boot in verschillende richtingen duwen. Jack is verrast en realiseert zich dat hij zijn doel steeds voor ogen moet houden. De zon schijnt en zijn reis gaat verder. Dan komt hij een andere boot tegen. De bemanning is vriendelijk en lijkt gek genoeg alles van Jack te weten. Ze proberen hem te overtuigen dat hij een nieuwe boot nodig heeft om het eiland te bereiken. En ze doen een poging hem een speedboot aan te praten. Jack aarzelt en vraagt Lux om hulp. Denk je echt dat je een nieuwe boot nodig hebt, Jack? Hij weet dat zijn eigen boot de enige is die hij nodig heeft. En vol zelfvertrouwen vaart hij weg. Andere boten benaderen hem. Deze keer zijn het zonder twijfel piraten die hem dingen proberen te verkopen die hij niet nodig heeft. Jack kan piraten steeds beter herkennen en hij beseft dat ze overal zijn. We worden elke dag aan honderden advertenties blootgesteld. Maar met zijn groeiende zelfvertrouwen is hij niet van plan om zich te laten afleiden van zijn doel. Geen denken aan. Jack is slimmer dan zij. Hij heeft een ijzersterk zelfvertrouwen en hij kan kritisch nadenken. Maar Jack moet nog meer leren tijdens zijn reis. Al snel ziet hij in de verte iets dat lijkt op iemand die om hulp roept. Hij gaat erop af. Maar net als hij zijn hand uitreikt om te helpen, ziet hij het gevaar. Het is niet wie hij dacht dat het was. Hij weet dat hij moet uitkijken voor mensen die zich anders voordoen. En het is moeilijk om te weten wat echt is en wat niet. Maar Jack heeft steeds meer vertrouwen in zijn eigen inzicht. Lux glimlacht. Jack begint vaart te maken. Plotseling wordt de lucht grauw en gaat het heel hard waaien. Jack merkt dat er tijdens zijn reis dingen gebeuren waarover hij geen controle heeft, zoals het weer. Als het mediabeleid en de leerplannen in het onderwijs goed zijn, dan is de kans groot dat het varen beter gaat. Terwijl hij worstelt om niet te zinken en door de storm navigeert, ziet hij een vlot met een klein meisje aan boord. De golven overrompelen haar. Jack moet haar helpen. Het lukt hem om haar te redden en ze komt aan boord. Ze legt uit dat waar zij vandaan komt,
het onmogelijk is om het eiland te zien en dat er geen hout is om boten te bouwen. Bovendien hebben piraten volledige controle over de zee en grote haaien bezetten de wateren. Ze is verwonderd hoe snel ze kunnen navigeren, hoe transparant het water is en hoe duidelijk ze de horizon kunnen zien. Jack is trots en blij dat hij alle bevindingen van zijn reis met haar kan delen. Nu ze samen zijn, kunnen ze de reis moeiteloos verder zetten. Het brengt vele goede dingen op hun pad. Betrokkenheid, verbonden zijn met elkaar en een actieve rol opnemen in het leven geeft deze twee kinderen een fantastisch en creatief gevoel. Media bieden heel wat mogelijkheden en maken het leven makkelijker en leuker. Ze gaan nu de goede kant op en weten dat er vele andere kinderen zoals zij diezelfde reis maken. Eindelijk komen ze aan. Jack's horizon is breder dan ooit. Hij is zich nu bewust van de machten en krachten in zijn omgeving. Hij heeft nieuwe vaardigheden opgedaan en is mediawijs geworden. Hij heeft diep in zichzelf gegraven om zijn zelfzekerheid te vinden en zijn nieuwsgierigheid aan te wakkeren. En kan nu varen op zijn eigen kompas. Lux feliciteert hen beiden en geeft ze een broche als aandenken aan hun avontuur. Lux heeft nog één vraag voor Jack. Wat ga je doen wanneer je thuiskomt? Jack antwoordt dat hij al zijn vrienden en familie gaat vertellen over zijn avontuur. Hij wil zijn ervaring met zoveel mogelijk mensen delen. En natuurlijk wil hij zijn volgende avontuur plannen. Zijn woorden toveren een glimlach op het gezicht van Lux. Missie volbracht. Lux verdwijnt.